Nou, ik ben benieuwd, Jan. Ja, ik ook. Shownieuws. Vond ik heel bijzonder dat we daarvoor in de... Ja, normaal komen ze altijd nog op. Nee, het feit dat de media nu mij omschrijft als René LeBlanc heeft een A-status bereik, dat vind ik geweldig. Voor mij is het een cadeau na al die jaren. Aan de andere kant is het ook een beloning. Dus ik heb eigenlijk mijn doel bereikt. En dat is doorbreken landelijk. Dat is me gelukt. Kun je voorstellen dat het alleen een interview is? Volgens mij hebben ze iets in petto. Omdat het ook in de Ziggo is weer of zo. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Dit staat de planning, deze tv-show. We gaan daar naartoe, Dus ja, de bal die rolt nog steeds. Dus waar gaat dit eindigen? Ik heb echt geen idee. Ik durf het niet te zeggen. Ja, maar ik zie ook overal rode kruisen staan. Ja. Met Mirjam. Mirjam, René, hallo. Hi. Ik weet niet waar ik moet zijn. Oké. Nou, blijf even staan en dan ga ik even kijken of ik achter kan komen waar jij moet. Ja, is goed. Dan ben ik zo terug. Ja, op dit nummer. Okay. Yo, doei. Ja. Wel bijzonder dit weer. Kijk, het is nou 5:15. Ik zal 5:15 moest ik hier zijn, hè. Nou, dit werkt mij op mijn zenuwen. Dit vind ik niet fijn, dit. Nou, dat gaat niet goed komen. Ik ga je het nou vertellen. Maar we worden niet teruggebeld. Ja, Meer, daar ben ik weer. Ik ben er niet gebeld. Je bent nog niet gebeld? Nee, ik ben niet gebeld. Nou. En ik zit op de klok te kijken en denk, ja, ik moet wel om 7:30 weg. Maar ik zit met die avondklok natuurlijk. Ook nog een keer. Ja, maar daar zouden zij dan voor moeten zorgen, hoor. Ja, maar precies. Ik zou in ieder geval naar P2 gaan, want dat is volgens mij wat Jamila zei tegen mij. Ik zoek in ieder geval even waar P2 is. Ja, oké. P2, rechtdoor. Het is wat gek geworden dat ik van een interview kom, dat ik verdomme nog heel eind moet gaan lopen. Ja. Je gaat niet helemaal vanaf de parkeergarage hierheen lopen. Dat is niet de bedoeling. Zullen we nou krijgen? Daar staat Rutger. En Gio. Dat zou Johnny zo zijn natuurlijk. Ja. Cameraploeg. Ja. Snap ik. Daar staan ze op die brug. Ja, dat zie ik als met die brug staan je dan. Maar godverdomme, wat een gezeikser. Daar komt iemand aanrennen. Hoi. Kan jij de auto even hier wachten eventjes, want we zijn met 20 minuten. Ja? Ja, dan blijf ik wel hier in de auto zitten. Dus dan hoef je niet eens naar binnen toe? Nee. Blijf aan de buitenkant blijven. Oké. Okay. Nou, dat is slecht. Waarom staan we niet binnen? Ja, ik heb geen idee. Hoi. Hey, jongen. Hey, Cas. Hoe is het? Goed. Hey, man. Hey. Ja, ik stond een 5:15 al hier. Ik stond bij die portier. Wacht, René, het duurde erg lang. Ik dacht eigenlijk van hij landt ergens met een helikopter, maar hij kwam gewoon met de auto. Maar hij is er, dus we zijn blij dat hij er is. Dit jaar wordt nog veel spectaculairder, kan ik jullie vertellen. Met onder andere de Ziggo Dome. Dan kan ik alles gaan verklappen, dat vind ik niet leuk. Dus ik zeg, kijkers van SBS6, gewoon kijken en je gaat het meemaken. Hoi. Je hebt er wat tijd over, maar dat is goed. Ja, nee, maar je moet niet alles verklappen, hè. Ik heb iets meer van verwachten. Ik denk, leuk spektakel binnen. Jongen, jong. Ik stond buiten in de kou te filmen. Ja. 3 minuten en het is niet eens live, het wordt opgenomen. Ik zei tegen Rutger, staan hier in de kou? Ja, dat was het. Daar ga je niet mee. Ja, dus ik heb 1,5 uur in de auto zitten voor even op die loopbrug te staan en dat was het. Dus we gaan weer lekker naar huis toe. Kacheltje aan. Ik zeg niks. Echt pis nu. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.